cello doen. En tussendoor zingen. Marimba. Hebben jullie goed geoefend? Ja. Is het moeilijk? Ja, soms wel. Nou, heel veel van onze kinderen die hebben eigenlijk nooit muziekles. Voor sommigen was het echt de allereerste keer dat ze ook op een instrument als cello konden spelen. Ja, dat is heel bijzonder. Door Maxima hebben door de Oranjes, Jefons ook, hebben dit gekregen. Kinderen in het hele land hebben afgelopen jaar muzieklessen gevolgd dankzij subsidie van het Oranjefonds. Doel was om meer kinderen in aanraking te laten komen met muziek maken. Het project werd afgesloten met een groot concert in Amsterdam voor de beschermvrouw van het Oranjefonds, Prinses Maxima. Maar voor de leerlingen van de Twijn was de reis naar Amsterdam wel erg zwaar en dus kwam Maxima nu naar Zwolle. Daar was ze bij verschillende groepen die demonstreerden wat ze zoal geleerd hadden. Ja. Waarom? Ja, ik vind dat het alle instrumenten bij elkaar vind ik mooi klinken en we maken gewoon met elkaar plezier. Heel goed. En je leert wel de cello spelen. Ja. En dat is niet zo makkelijk, hè? Nou, voor mij wel.